Sjaak is er kapot van. Het dak van zijn bedrijf Toyota Botman is door het noodweer helemaal ingestort. Als je hier naar kijkt, voel je gewoon een hoop triestheid opkomen. Je hebt hier jaren gewerkt, we hebben jarenlang een bedrijf hier gehad. En dit is niet een moment, zoals je graag een bedrijf aan het einde ziet gaat komen, maar dit is wel een hele grote schade, dus ik weet nog niet hoe dat allemaal gaat verlopen. Het personeel was aan het werk toen het dak instortte. Gelukkig raakte niemand gewond. Nou, ze waren ook behoorlijk ontdaan. En mensen die stonden ook echt nog dat ik een half uur later kwam, echt toch te trillen. En het heeft wel een behoorlijke impact op de mensen gehad. En dat betreft nogmaals heel fijn dat er natuurlijk niks gebeurd is, dat er geen persoonlijke ongelukken gebeurd zijn. Omdat, dat zou nog veel erger geweest zijn. Het gaat echt wel echt niet in je koude kleren zitten. Het familiebedrijf van Sjaak zit sinds 1971 in het pand in Medemblik. En eigenlijk zijn we in dit bedrijf is het allemaal groot geworden. We hebben later Horen kunnen overnemen. Maar dit noemden we altijd met trots onze dorpsgarage. En die trots is er nog wel, alleen het dorpsgarage begint een beetje weg te raken. Voorlopig zal het werk worden verplaatst van Medemblik naar het hoofdkantoor in Zwaag.